Goeiedag. Hey, hallo. Hey, John. Welkom. Kom erin. Hey. Ik denk wel dat ik naar buiten moet. Kijk, stel dat hier die bar is. Ja. Dan zit er dus iemand hier met een krantje. 2020 is een even bijzonder als moeilijk jaar voor de podiumkunsten. Theatermakers, acteurs, dansers en woordkunstenaars kunnen hun zorgvuldig voorbereide voorstelling niet naar het toneel brengen en dus ook niet naar het publiek. Een gevoel dat het tapijt onder ze vandaan is getrokken overheerst. In Theater 2020 ontvangen we deze makers en uitvoerders voor een televisie-impressie van hun voorstelling. En voor een goed gesprek over het stuk, de verhalen, de mensen en dat bijzondere jaar. Dit is het geluid van 2020. Beste theaterbezoekers, welkom bij een oprechte ode aan de ironie van theatergroep De Warme Winkel. Fotograferen is vanavond niet toegestaan. Denkt u eraan uw mobiele telefoon uit te zetten. Ook oplichtende schermen kunnen als hinderlijk worden ervaren. Wij maken u erop attent dat er vanavond wordt gewerkt met gastacteurs. Die horen dus niet bij het gezelschap. Ze komen bij het castingbureau uit de bak met real people. Het zijn realitysterren en influencers. Echte mensen dus. Ze hebben auditie gedaan en zijn uit tientallen kandidaten uitgekozen. Zij doen alles wat zij doen volkomen vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid. Zij krijgen bovendien volgens CAO betaald. De Warme Winkel uit Amsterdam wil haar publiek uitdagen op de meest verrassende manieren en plekken. Op 11 maart 2020 werd een try-out gedaan van de nieuwe voorstelling, een oprechte ode aan de ironie. En daarna was er de lockdown. Van de geplande 30 voorstellingen in Nederlandse theaters ging er uiteindelijk 0 door. Maar het past bij het karakter van dit licht anti-autoritaire gezelschap om niet bij te pakken neer te zitten. En dus werd een nieuw programma geschreven. Voor 100 man publiek in 100 cabines. Peepshow Palace. Gespeeld met meerdere gezelschappen. Exclusief in ons tv-theater nu een aantal fragmenten uit die show die nu pas naar de herfst van 2021 gaat. Een oprechte ode aan de ironie. De Warme Winkel. Wij wensen u een fijne voorstelling. Zo. Oh, lekker hè. Even lekker liggen, even met z'n tweetjes, hè? Even met z'n tweetjes, even tête-à-tête. Hm? Dat is een doordenkertje, man. Ja, even lekker tête-à-tête, zonder die anderen. Zo, ja, Earl, vertel eens, wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Ik heb culturele antropologie gestudeerd. Culturele wat? Culturele antropologie. Antropologie? Wat is dit? Nee, zeg maar naar antro. Antro. Polo. Polo. Gie. Antropologie. Ja, nou, vertel, wat is het? Ik ben razend nieuwsgierig. Dat is eigenlijk gewoon een soort van mensenkunde. Dus een soort volkerenkunde. Ah, ja. Dan ga je bijvoorbeeld naar een heel erg ver eiland en dan ga je daar kijken wat de bevolking doet, wat eten ze, wat echt het gedrag bestuderen. Ik ben bijvoorbeeld naar Sumatra geweest en heb ik echt die inheemse bevolking helemaal... Ja, uitgeplozen. Oh, geil, man. Nee, echt leuk. Nee, ik vind het ook heerlijk, hoor. Lekker op het terrasje, cappuccinootje erbij. En een beetje mensen kijken. Dat vind ik echt... Ik heb heel veel mensenkennis, hè, Earl? Heel veel. Heb je ook nodig in mijn vak, hoor. Heb je ook nodig, ja. In mijn vak heb je dat ook echt nodig, ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen, tegenwoordig is het allemaal wel een beetje anders. Want dat culturele antropologie, echt die klassieke... dat ligt wel een beetje onder vuur, hè. Oh ja, hoezo? Nou, omdat het toch wel ontstaan is vanuit een koloniale blik op de wereld. Hè? Een beetje vanuit je bevoorrechte positie. Lekker mensen die het wat minder hebben in een etalage zetten. Huh? Wat is daar mis mee? Wat is daar mis mee? Ja, heel veel. Ja, nou, wat dan? Nou, dat is dan toch een beetje paternalistisch.
Paternawat? Ja, Earl, jezus. Ben jij net wakker of ben ik net wakker of het gebeurt hier allemaal? Maar tegenwoordig gaat antropologie veel meer over verbinding. En dat is wat wij hier aan het doen zijn, toch? Ja, maar haal je niks in je hoofd, hè, smeerpijp? Met je verbinding. Een oprechte ode aan de ironie. Prachtige alliteratie, oprechte ode. Maar waarom oprecht? Nou, het is meer, dan wordt hij wat paradoxaler, de titel. Als je een ode aan de ironie doet, dan ga je er al een beetje vanuit dat het kan ook ironisch zijn. En wij wilden een oprechte ode brengen. Waardoor dat een beetje een soort slang die zichzelf bijt. Van, ja, hoe oprecht is het dan als je ironie wilt beleiden? Want als je dat recht wilt doen, dan zal het toch ook wel ironisch worden. Ja, want dat ironie is best een sowieso best een abstracte term voor veel mensen. Hoewel heel veel mensen het eigenlijk gebruiken in hun leven, ironie. Van, nou, lekker weertje als het regent. Of dus heel veel, als je taal in tegenspraak is met wat je bedoelt, is het al ironisch. Maar het is eigenlijk een heel rijk concept. Het wordt, ja, je hebt wel 40, 50 varianten van ironie die heel, ja, misplaatst of pijnlijk of immoreel kunnen zijn. Tot heel erg dat ironie eigenlijk een gereedschap is om iets uit te drukken wat je in de taal die we hebben juist niet kon uitdrukken. En dan is het iets wat opstijgt. Ja. Hé, maar ik ben wel echt benieuwd geworden. Wat doe jij eigenlijk? Ik, hè? Ik ben danseres of stripper, hè, in de volksmond. Oeh, dat lijkt me wel heftig, man. Ja, hoezo? Het is hartstikke leuk, hoor. Het is echt heel erg leuk. En het schuift lekker, jongen. Het schuift lekker. Echt super. Heb je die bak buiten zien staan, die Range Rover? Dat is de mijne. Dat is mijne. Die heb ik wel zien staan, ja. Maar dat is echt heel slecht voor het milieu, hè, Brit? Ach, rot toch op, Earl. Het is gewoon een hele vette bak. Lekker over de snelweg blaffen, weet je wel. Vette installatie erin. Niks mis mee. Hé, maar mooi bruggetje, nu we het over milieu hebben. Uit wat voor milieu kom jij eigenlijk? Hoe bedoel je? Subtropisch of zo? Nee, ik bedoel, wat voor een ouders, wat voor een wijk. Oh, waar stond je wieg? Achtergrond bedoel je? Ja, zeg dat dan. Je zit zo moeilijk te praten, man. Nee, ja, gewoon, weet je, Zaanstreek. Papatje, mamatje, vader soap, mama sletterbak. Ja, weet je, dat pakketje gewoon. Veel geweld, veel alcohol, gevangenissen, tuinkabouters. Nou, weet je, dat verhaal gewoon. Ja. Dus ja. Het is wel echt vanzelfsprekend dat je dan stripper bent geworden. Hoezo? Hoezo is dat vanzelfsprekend? Nou ja, als je culturele antropologie hebt gestudeerd, dan kom je daar niet zomaar terecht. Nee. Stripper, dat word je niet zomaar. Nee. Hé, maar ik ben wel benieuwd, hè? Doe eens voor. Oh ja? Ja, ik vind het heel leuk, hoor. Daag me niet uit. Nee, ik zal even gaan staan. Kijk, ik zal eventjes een klein beetje voordoen, ja. We zoeken ook wel een beetje de morele grenzen op van die ironie. Ironie wordt veel misbruikt eigenlijk, politiek gezien. Denk aan een Baudet of Trump die dan doen alsof ze ironisch zijn in hun antisemitisme of in hun vrouwenhaat. En dan zeggen ze dat het een grap was. Terwijl dat feitelijk gemeend is. Dus dat heet een soort van cloakachtige ironie, geloof ik. Alsof je verhult in ironie. En dus dat zoeken wij ook op, dat ongemak. Maar dat is niet iets wat wij onderschrijven. Wij houden juist van een ironie die verlicht, die juist iets openbreekt, die het fundamentele juist sloopt. Kijk, Earl, strippen, dat doe je met je ogen. Hè? Met je ogen. Moet je ze vangen. Dat is je vangnet, als het ware. Maar als je ze dan te pakken hebt, hè, dan laat je die heupjes, heel langzaam, laat je die heupjes gaan een beetje aan de slag. En dan volgen die handjes, die volgen dan vanzelf. Ik zal eens eventjes achter je gaan staan. Kom ik wat dichterbij. Oké. Ja, en dan kom ik zo. Kom nou even bij staan, Earl. Kom op. Anders moet ik niet alles alleen doen. Ja. Oké. Als je dat wil. Ga je zo een beetje dan met die heupjes. En dan gaan die handjes, als het ware, op ontdekkingstocht langs dat heuvellandschap. Hè? Langs dat heuvellandschap. Je weet zeker dat je dit wil, toch? Huh? Ja, nee, het maakt mij helemaal geen reet uit, hoor. Ik vind alles... Oh, jezus, Earl, je lijkt wel van brons, man. Oh, heerlijk. Hé, Britt, ik wil wel dat je gewoon even je grens aangeeft. Grenzen? Ik heb helemaal geen grenzen. Nee, man, zeker niet... Nee, maar niet, ik bedoel, als je dit niet fijn vindt of niet prettig, dan moet je het ook gewoon niet doen. Nee, ik vind het heerlijk. Kijk, hier, dan zeker een beetje zo met mezelf spelen. Oh, heerlijk. Maar deze tieten, hè, weet je? Dat is 3200 per stuk, hè? 3200. Samen meer dan 6000 euro's. Ja. Hé, maar mijn specialiteit, hè, Earl, moet je eens kijken. Dat doe ik altijd, hè. Dat is strippen en humor. Dat zou je niet zeggen, maar dat hoort echt bij elkaar. Zeker na 3 uur 's nachts. Hé, kijk, dan moet je gaan
gaan liggen. Kijk, ik zal eens eventjes gaan liggen. Kom eens kijken, Earl. Dit moet je zien, man. Hier, ik ga eventjes lekker maar liggen. Ik hoef het niet per se te zien, hoor. Jawel, niet... jawel. Earl, hou je bek en gewoon kijken. Ja, geniet ervan, hè. Geniet ervan. En dan ga ik zo, dan kan ik zo een beetje lekker met billen praten. Dat vinden ze allemaal echt prachtig. Kijk, hier zo. Hallo, hallo allemaal. Zo, hé, oh, Earl. Nee, Brit, stop hiermee. Dit is echt, ik hoef hier niet naar te kijken. Dus jawel, hartstikke... man. Earl, nee. Dit vind je prachtig. Dit vind jij prachtig. Ja, Earl, man. Ik moet sowieso nog even de afwas doen. Ik moet echt nog wat haar uit een douchepitje trekken. Ik nee, ga, man. Jij wil... Hallo, hey Earl. Heb je lekker push-ups gedaan? Hey, ik ga. Nou, doei. Doei, doei, Earl. Hè? Doei, doei. We zijn bij die Temptation Island beland... omdat het belazen dat het eigenlijk... ook al ironisch wordt bekeken, kwamen we achter. Dus er zijn heel veel hoogopgeleide mensen die dat... ja, met een lach en zo'n por tegen elkaar zien. Dus dat ze de voice-over adresseert hun ook in een beetje ironische teksten. Dus wordt over de hoofden van de deelnemers eigenlijk een publiek bereikt. Ja. Dus dat heeft ook iets pervers al op zich. En het is ook precies de thematiek waar we iets over wilden waken. En het is inderdaad een speeltuin, omdat het ontzettend weird op een toneel werkt, die bikinis. We hebben in de voorstelling ook een echte jacuzzi die de hele dag staat te bubbelen. En een villa waar we ons in terugtrekken met camera's. Dus dat is een heel misplaatste in zo'n plusje schouwburg natuurlijk. Dus die cocktail van die ingrediënten maakt het heel theatraal voor ons als vertrekpunt. En ben jij een beetje van de ironie? Nou, een heel persoonlijke vraag wel. Hoezo? Nou, het is niet iets waar ik mee te koop loop of zo. Dat je van de ironie bent? Ik ben er wel van. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is gewoon meer in de eigen kring of thuis. Of met een paar vrienden waar ik die interesse mee deel. Omdat je ervoor schaamt? Of... Nou, het is ook gebaat bij een beetje verdekt gebruik, toch? Dat maakt het ook aantrekkelijke ironie. Ja. Toch? En een beetje als je ermee te koop loopt, dan is het ook niet meer heel ironisch natuurlijk. Nee. Het gaat ook wel over wij begrijpen elkaar, toch? Wij zitten in hetzelfde bondje. Ja, of je kan er soms ook anderen in toelaten. Als ze ervoor openstaan, maar... Ja, ja. Dan moet iets te ontdekken vallen, toch? Dat is de definitie van ironie. Ja. Een suggestie. Een soort subtekst, of toch? Ja. Toch iets anders. Ja, dat is een gevoelskwestie, ja. Ja, toch? Of iets anders menen dan je zegt, of zo? Dat denk ik ook wel. Nou, ik zeg überhaupt nooit heel veel. Dat is meer iets wat non-verbaal, je... Non-verbaal, ja. Ah, ja. Ja, ja. Oh, grappig, ja. Ik bedoel, ik connoteer het niet aan taal eigenlijk, ironie. Oh, wat grappig. Beeld wel. Oh, voor mij is het heel taal wel heel mode. Ironisch. Taal? Ja, ik denk dat wel vaak... Nou, het hoeft niet altijd in taal. Het gaat natuurlijk ook inderdaad over inderdaad mode, is ook vaak ironisch. Ja. Ja. Want wat is voor jou dan echt ironie? Nou, mijn vriendin is er sowieso heel sterk in. Die heeft er ook... Ik weet niet... Grappig. Die heeft wel zo'n apart vakje in haar kledingkast waar we dan... Ironisch. Ja, oh, grappig. Als de ironie aan bod komt dan... Een soort carnavalskleren. Niet bepaald, nee. Nee, wat dan? Of zo een beetje trashy kleren. We hebben het over hetzelfde, toch? Ironie. Ironie, toch? Nee, lingerie of latex. Ja, latex vind ik ook wel ironisch. Ik heb zelf meer latex. Zij is van de lingerie. Maar we hebben ook een plankje met boeken, dvd's. Dvd's? Jaren 80 ironie, Aziatische ironie. Aziatische ironie? Ja. Oh, wat grappig. Is het allemaal begonnen? Nee, toch? Voor mij... Oh, ik zou Azië totaal niet onder zo de ironie-paraplu scharen. Toch, ik vind ironie wel echt iets West-Europees. West-Europees? Ja, Anglo-Saxisch. Toch echt zo... Ja. Nederland vind ik ook heel ironisch. Ik vind wel in de humor heel erg zitten ook. Zo. We hebben het toch over hetzelfde, hè? Ja, dat zei net ook al, ironie. Ja, de voorstelling is denk ik wel een soort spiegelpaleis van ironische vormen. En we bespreken het ook. Dus het wordt, ja, we filosoferen over ironie. Maar het is vaak ook nog eens in een ironische vorm. Dus wat dat betreft raak je wel verdwaald. En we zoeken zeker naar waar dus de ironie nog wel een zeker... Ja, in al die nietszeggendheid, waar het toch nog van noodzaak kan zijn. Dus waarin kan het ons toch nog helpen? Want je voelt dat het maatschappelijk... juist een sfeer hangt dat er heel weinig ironie... en dat vrijheid van meningsuiting onder druk staat.
Dus dat je eigenlijk juist constant moet menen wat je zegt. En dat je heel direct moet zijn. En daardoor, maar dat krijgt ook wel fundamentalistische trekjes van zo is het. En er wordt heel erg in waarheden gesproken. En er is toch ook nog een maatschappelijke geest die juist zegt dat het heel, ja, dat er toch niet één waarheid is. En dat je dus, en daar is ironie een goede tool in. Dat je daarin tussen die waarheden kan laveren. En dat het misschien wel in het midden ligt, om het maar kazig te zeggen. Maar Nederland en ironie, sorry, dat is toch... Ik bedoel, oké, okay, je hebt de jaarbeurs elk jaar, maar verder... Jaarbeurs? Nou, ik kom wel eens in de jaarbeurs. En dan, ja? Nou ja, ja, je wil je ook wat verbreden, je blik in de ironie. Maar wat heeft dat met ironie te maken? En je hebt elk jaar de ironiebeurs in de jaarbeurs. Een ironiebeurs? Yes. Een ironiebeurs? Ben je nooit geweest? Nee? Nou ja, dat is te gek. Wat dat heb is, je dan? Boeken? Stands met boeken en informatie, oh, optredens. Heel spannende te optredens. Gek. En, ja, ironische performances en zo. Ja, alles leuk. Lekker mee. Vind ik heel leuk, ja. En, maar er komen heel weinig mensen op af. Zo'n beetje zo klein intellectueel clubje. Ja, 30.000. 30.000 mensen? Ja, tuurlijk. Als je in Nederland achter de voordeur... bij een willekeurige tandarts naar binnen loopt... Dan, wat grappig. Dan, oh, dat vind ik wel heel... Is de ironie nooit ver weg? Nee. Je bent wel een kleine teaser, jij. Is het nou ironisch? Nou, dit is gewoon... Je is, huh? We hebben het over hetzelfde, toch? Ja, ja. Maar ik dacht misschien... Toch, je dit... wilt toch iets met dit gesprek? Nee, ik was gewoon geïnteresseerd. Nou, Bart, je nou is toch ironisch wat je nu doet, of niet? Ironie. We hebben E-R-O-N-I-E, toch? Ironie. Dat zit je nou te cockteasen. E-R-O-N-I-E? Ja. I-R-O-N-I-E. Ironie, hè? Jij zegt toch ook ironie? Waar heb je het over? Ja, ironie. I-R-O-N-I-E. I. I. Bart. I. Ironie. I. Niet met een E. Ironie. Ja. Wat is dat? Ironie. Ironie. Oh, jij bedoelt... Of volgens mij bedoel jij erotiek. Oh, erotiek. Jij had het over erotiek, hè? Hè, wat raar. Ik heb echt een blackout. Wat zei ik dan? Ja. Ik zei toch erotiek? Nee, jij zei ook ironie. Ik ironie? Ironie. Oh, ironie. Ironie. Oh. Ja, wacht. Ja, oh, tuurlijk, tuurlijk. Erg. Oh, wat lingerie erg. Van je vrouw. Nee, ja, ja, ja. Oh, wat verwarrend. Ja, ik dacht nog, we hebben het toch over hetzelfde. Maar je had het over ironie. Nee, ja, ik had het over... Maar jij zegt ironie. Dus ik denk ironie. Erotiek. Nee, oh, wat raar. Oh, maar latex, oh, nu snap ik het. Je dacht ook gewoon latex. Ja, dat is ironisch. Ja, voor veel mensen is dat ironisch, ja. Ja, voor die jaarbeurs. Oh, dat wou ik helemaal niet vertellen. Ik was van zo hoopgevend, zo'n ironiebeurs. Oh, wat sorry. Oh, nee, ik heb je niet geïntimideerd dan? Nee, joh, nu snap ik het. Nee, maar sorry. Ik dacht helemaal dat het van jouw kant kwam. Ja, het kwam ook op zich van mijn kant. Ik zeg nog, we zitten zo langs elkaar heen te praten. Nou, dat bleek. Oh, wat grappig. Ja, is dat dan ironisch? Nou, ja, in ieder geval misverstand. Oh, ja, leuk. Oh. Ik noem jullie anti-autoritair, wordt vaak ook genoemd. Hè? Dat wordt anti-autoritair collectief, de warme winkel. Hoezo anti-autoritair? Sowieso opereren we als collectief, dus is niemand de baas. Ook, dus we zijn met z'n vieren, vormen we die club. En als er acteurs meedoen, dan maken we samen die voorstelling. Dus er is een zekere, democratisch werken we samen. En we hebben gewoon, ja, we hebben weinig respect voor autoriteit... als in dat je iets moet respecteren wat er van verwacht wordt. Dat gaat zowel over de kunstgeschiedenis. We hebben gewoon heel grof met onze voorgangers hebben omgegaan. We hebben veel portretvoorstellingen gemaakt over andere kunstenaars. En die gooien we gewoon helemaal in de mangel. En die zetten we naar ons hand. En het gaat ook over de status van festivals of theaters. Het is niet dat we heel erg punk tegen alles aan willen schoppen. Het is gewoon, we kijken altijd met een gezond open blik van... wat is iets voor ons waard? En dat we geen autoriteit respecteren omdat er nou eenmaal dat stempel is. Snap je wat ik bedoel? Oh, dit nummer speelt ze ook altijd in de Alla. Weet je nog? Echt waar, dit was in de Alla altijd. Als closing nummer. Oh, echt verschrikkelijk in de Alla. Oh, I love de Alla. Goedenavond, bitches. Dat is dicht, hè? Is die dicht? Woehoe. Hey, Britjelicious. Look at my dress. Aan. Echt mooi. Heel mooi. Thank you. Heel mooi. Thank you. Yeah.
Wow, dit is ook echt goed. Ja, leuk, hè? Ja. Superleuk. Rijers? Ja, dit is echt helemaal mijn ding, gewoon. Is die nieuw? Voelen, ja. Echt mooi. Het staat ook echt alsof het helemaal voor jou is gemaakt. Ja? Echt, hè? Ja, vind ik ook. Ik voel me hier echt ook echt gewoon op mijn gemak, weet je wel? Dit vind ik fijn, die voel ik me gewoon lekker. Lekker, nee. Echt lekker. Wil je iets drinken, Britt? Ja, ja, sowieso. Ik ga iets voor jou inschenken. Lekker drankje. Je mag dit wel. Wat zit hierin? Ik weet niet, het is van Die is niet zo lekker, die zou ik niet doen. Van nee, we gaan iets anders doen. Geen G, hoor. Jägerbom? Ja, lekker. Oh, zeker. Dat heb ik echt lang niet gedronken. Ja, leuk, hè? Lekker stofje ook. Ja, echt panter. Ja. Luipaard of panter? Wat is dit eigenlijk? Panter is het, toch? Ja. Maar Marieke, jij droeg vroeger ook best wel vaak dit soort dingen, toch? Marieke droeg vroeger ook best wel vaak... sorry, dit is voor jou. Best wel vaak panter. Nou, ik droeg niet echt vaak panter. Ik had één panterjurkje en dat was niet... Ja, dat droeg ik op themafeestjes en zo. Ja. Maar ik had ook altijd van die trainingspakken, zo'n beetje van die... Ja, hoe noem je white trash. Beetje white trash, doe ik jou eigenlijk echt gênant. Als ik dat nu zou ik dat echt niet meer doen. Maar hoezo? Wat is dat gênant? Nou, je hebt gewoon heel veel mensen die dan zo van die trainingsbroekjes, van die bling bling, met zo'n matje, weet je wel. Wat, ja. En die, die vinden dat dan grappig, maar eigenlijk behoren ze niet echt tot de mensen. Ze zouden het niet echt doen, maar ze hebben het wel. Ze komen niet echt zo uit het Nel Veerkamp milieu, maar gaan dan wel als... wat zeg je nou, Floor? Nel Veerkamp? Ken je Nel Veerkamp? Dat is mijn tante, ja. Ja, maar top, want daarom is het ook top dat jij het wel draagt, snap je? Maar kijk, Nel Veerkamp is niet onze tante. Zit hier nou Nel Veerkamp, ik weet niet wie dat is, maar die draagt ook dit. Topwijf, echt een topwijf. Ja, die draagt altijd dit. Maar, die weet, zeg maar als jij dit draagt, heb je dan... je vindt het gewoon mooi, toch? Ja, ja, ja. Ja. Dus zeg maar, je weet niet dat het ook... Ja, dat... Iedereen heeft dat zijn eigen smaak maar, ook gewoon. Maar heb je door, dat, nee, heb je door dat het ook... Dat het een beetje, ja, jij draagt dat niet met een knipoog. Dat als Marieke het zou dragen, zou ze met een knipoog dragen, snap je? Dat is het. Hoe bedoel je? Ik snap... Sorry. Nou, als ik dit aan zou hebben, zou je toch denken... Oh, dat past niet helemaal bij Marieke. Ja, zij denken, oh, het is voor de grap. Ja, toch? Een soort, maar dat vind ik juist... Ik vind dat heel, zo iets heel pretentieus. Echt zo'n beetje kunstacademie-achtig. Ja, zo mensen beetje, die dan zo... Oh, haha, kijk mij in mijn white trash dingen. Zo, ik weet niet, Maar hoezo? Dus eigenlijk voel jij je hier gewoon te goed voor of zo? Nee. Dus dit is eigenlijk niet. Te min nee, voor ik jou. Ik zou juist willen dat ik... was zoals jij en dat ik het gewoon aan kon. Maar ik kan het niet aan zonder de context ervan te kennen. Maar ik zou juist willen dat ik meer was zoals jij. Maar als je eenmaal bent zoals ik, dan kun je niet meer worden zoals jij. Want dan ben je al een soort van bewust. Ander. Dat is echt... Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik vind sowieso... Ik kom hier aan met een leuke jurk. En er wordt een draaier gegeven eigenlijk dat je het draagt met een knipoog. Nee, maar jij draagt dus je niet ziet met dit als een grap of zo, maar niet. Nee, maar ik kom hier gewoon om het gezellig te hebben. Dat is ook nice. Ik kan er lekker overheen praten. Floor, jij ook. Je zit iedere keer naar haar te kijken. Je denkt dat ik een grap met je maak of zo. Dit is wat ik leuk vind. En jij draagt dat het met... Dat zeggen we ook. Knipoog, Marie, het helemaal niet lullig. Nee, maar dat bedoelde wij helemaal niet. Wat is daar niet lullig aan? Dus jouw jurkje draagt toch ook niet met een knipoog? Nee, dus maar zeg dit, ik, joh, Marieke, dit is toch ik vind niet het leuk. Of ik vind het niet leuk, maar jij draait eromheen. En jij doet net zo goed mee, Floor. Ja, sorry, hoe bedoel je milieu? We zijn niet een of andere van, maar Britt, luister van het jodenvolk of zo. Rustig. Wat bedoel je milieu? Wat zijn we? Okay. Jullie, hij, zij, hun. Jij gaat, en ik wil ook heel even zeggen. Oké. Ik vind het juist goed dat jij dat draagt en dat jij gewoon lekker jezelf bent. En dat respecteer ik juist door niet dat ook te gaan dragen. Maar het is een afkeuring eigenlijk totaal niet mooi is. We gaan hier niet uitkomen, Britt. Dit wordt hem niet gewoon. Ik ben er ook gewoon een beetje klaar mee, weet je? Nee, ik ga het gewoon daar uitleggen. Ik vind het gewoon helemaal goed. Het is oké. Heeft dit jaar aan je gevreten? Enerzijds wel, ja. Zeker. Ook wel, vooral ook groter dan mijn eigen leven of dan mijn gezelschap. Maar ik vond het ook een heel spannende periode, als in dat het iets ook weer... We zagen ook snel de uitdaging daarvan. Dus we hebben eigenlijk veel te vlug al. Binnen een paar weken hadden we ideeën van hoe we daarmee om konden gaan met die lockdown. En dan hadden we dus zo'n piepshow-opstelling bedacht, dat je allemaal in een eigen cabine, helemaal corona-proof, naar een voorstelling kon kijken. Dus die zijn we ook meteen gaan maken, terwijl iedereen nog thuis zat. Dus ja, we waren al redelijk flexibel van geest, maar we hebben nog meer, moesten we echt... per maand de hele tijd meesurfen wat kon en wat niet. En die première weer uitstellen of dit dan toch maar nu doen. En ja, dat had ook iets. Heeft je persoonlijk ook geraakt? Nou, nee, ik moet zeggen dat ik alleen maar ontzettend dankbaar moet zijn... dat wij dus... persoonlijk kon ik gewoon in eerste instantie veel meer tijd met mijn kinderen doorbrengen... in plaats van dat je veel op tournee bent.
Dus dat was heel waardevol om als gezin echt een keer samen te zijn in plaats van veel avonden weg. En ik was heel dankbaar omdat wij dus van zo'n grootte hebben als gezelschap, dat we fulltime werken en dus ook fulltime compensatie kregen vanuit die regelingen. En ik heb, dus wij hebben ook daarom die piepshow gebouwd, zodat andere mensen weer konden spelen. Want het is voor freelancers kwam die klap ontzettend hard aan. En ook nu nog, dat is, ja, dat, ik ken al een x-aantal mensen die dus zijn gaan bloemen plukken of in een bar gaan werken. En echt noodoplossingen hebben moeten vinden. En ik ben alleen maar ontzettend dankbaar dat wij gewoon verder plannen konden maken en regelingen kregen om nieuwe dingen mogelijk te maken. Oh, koppijn. Zo. Jezus. Oh. Normaal. Oef, wodka. Oh my god, Brit. Meen je niet? What happened? Oh, jeetje. Oh. Ik vond het wel echt een heerlijke avond. Oh, dit is wel het laatste wat ik verwacht had. My god. Brit. Je moet even wakker worden hoor. Wow, ik besef het me nu pas. Ja. Hè? Oh, Jezus. Ik kom ook pas langzaam allemaal terug. Ik heb toch geen misbruik van een situatie of zo gemaakt? Nee, nee, absoluut niet. My God. Dat vond ik echt niet. Nee, echt niet. Ik voelde me echt op mijn gemak ook. Jij misschien eerder, hè? Jij niet dan. Was ik er een beetje bij? Wow. Ja, nou, alles staat op film, dus dat scheelt. Oh. We kunnen alles terugzien. Nou. Toch? Ja. Oh, dat is ook niks voor jou, toch? Wat? Nou, om misbruik van een situatie te maken. Of wel? Heb je dat wel eens gedaan? Ik moet wel niet denken, ja. Wat? Right, slang? Ja, wat dan? Oh, erg, hè? Ja, moet ik het echt zeggen? Ja, ik zeg het gewoon. Nou, ik werkte in een bar in Tiersen. Zo'n roekjesbar is dat. En dan serveerde je pullen bier en bitter garnituur. En ja, heerlijk. That's it. Ja, heerlijk. De Tietenbar, hè, noem je het ook wel eens. Mm. Maar daar kwam dus een jongen, of een jonge man, en die had heel veel geld gewonnen bij de casino. Die zat drie uurtjes bij ons lekker aan zijn pintjes en aan zijn bitterballen. En die jongen, die had de hele tijd, hij was een beetje op een verkeerde manier bezig om zijn geld te laten zien wat hij had gewonnen. En hij wilde steeds niet betalen. En toen zei hij, oh, hier heb je een fooitje. En dan gaf hij het weer niet. Weet je, hij was echt heel vervelend en irritant. Mm. Ja, en daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee. Toen ben ik hem achtervolgd naar de wc. En toen, ja, ik kon al echt amper lopen, amper plassen nog. Jij of hij? Hij. Oh. En ik heb zo het geld uit zijn zak gepakt en in mijn schoen gedaan. Oh, erg. Wat? Ja, al dat geld? Ja, nou, niet alles, maar wel echt heel veel. Hij had dat niet door. Je hebt hem gewoon tijdens het pissen gerold. Ja. Ik dacht echt karma, doei. Ja, erg, hè? Jezus. Maar goed, dat vertel ik jou, hè? Dat weet niemand. Vertrouw jou wat, hè? En jij? Tering, dat zal even wakker worden, dit. Mm-hmm. Misbruik van de situatie. Mm. Heel veel vind ik kunst of televisie of theater prikkelt je voor de hand liggen, dat je lacht van, oh ja, ik snap dat er gelachen moet worden of dat ik ontroerd ben. En wij vinden het eigenlijk spannend om mensen echt een beetje eerst in verwarring te brengen en dat ze lachen vanuit die verwarring of ontroerd zijn vanuit dat ze eerst echt bewogen zijn eigenlijk. En dat is een veel leukere grens om te bewandelen. Wanneer is een warme winkelvoorstelling goed? Ja, nou, ik goede vraag. Ik heb mijn eigen lat eigenlijk licht in zoverre hoog dat die ook een beetje de theaterwereld de grenzen moet oprekken. Dus we hebben zo om de paar jaar wel een voorstelling die, durf ik te zeggen, dan toch nooit eerder de vorm bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden. Dus we hebben wel eens een voorstelling gespeeld backstage van een grote Schouwburgvoorstelling van Ivo van Hoven, tegelijkertijd met een stuk van hem. Dus wij waren als een soort parasiet met ons eigen publiekje zaten we backstage van zijn stuk, terwijl we daar ook zicht op hadden. Maar we hebben ook wel eens een voorstelling gejat van Pina Bausch, integraal uitgevoerd, waar we ook problemen mee kregen. Maar omdat het over plagiaat ging, ons stuk. Dus dat zetten we op scherp. En dat was nog nooit door een ander gezelschap uitgevoerd, Café Müller. Dus zo hebben we elke paar jaar wel een soort, ja, ontdekken we een vorm die nog niet eerder heeft plaatsgevonden. En daar ga ik zelf heel hard op, van dat is je motor. Maar ik moet zeggen dat andere voorstellingen dan toch ook wel geslaagd zijn als we gewoon een heel pervers stuk maken over een componist, Gesualdo, met het Nederlands Kamerkoor, van wereldniveau.
En dat wij daar dan met ketting zagen en zakken bloed rondlopen, daar heb ik toch ook wel aardig plezier in. En dan moet ik zeggen dat dat toch ook wel geslaagd is. Misbruik van de situatie. Ja, ook meer op mijn werk, denk ik, of zo. Mm-hmm. Of ook meer per ongeluk, eigenlijk. We hadden een keer een voorstelling over een... Tenminste, dat is het eerste wat me te binnen schiet. Over een Russische dichter, Boris Rizhi. En dan hadden we ook Russische muziek. Ja, super. En we hadden dan een bandje gevonden in Eindhoven van echte Russen. Die hadden we gevraagd, voor komen jullie voorspelen? En kijken of ze goed waren. Mm-hmm. Nou, dat was spot on. Je was meteen in Rusland als ze speelden. En dus wij zeiden, oké, dit moet erin. En toen wilden ze ook nog heel graag in hun eigen kostuums, die ze als band hadden, wilden ze spelen. Mm-hmm. En toen deden ze dat aan. Het was een soort mega folkloristische, een beetje... Ja, als een soort Gerbera's zagen ze eruit met van die kraagjes. Dus we hadden ze thuis gemaakt, een soort schoolmusical-achtige kostuums. En dat wilden ze per se aan. Wij zeiden, oké, is goed. En we dachten, we rollen ze dan op een soort boerenkar in de voorstelling. En gewoon na één nummer rollen we ze weer af. Nou, dat was een mega nummer, mega hit, die act. En dan kwam altijd een, open doekje. Ken je dat? Zo applaus naar een goede act. Ja. En dus zij waren dan ook helemaal vol van, ja, zie je, de mensen vonden het geweldig en dit en top. En dat gaf me achteraf wel een beetje een wrang gevoel. Ik dacht van, ja, hebben zij wel, ja, helemaal door dat ons publiek dat misschien anders leest. Ze waren gewoon heel goed, dat bleef overeind. Maar ja, dat het voor ons publiek ook iets anders betekent of zo. Ja, ik snap het wel, ja. Oh. Ja? Nou ja. Dus ik weet niet, is dat... Is dat een beetje hetzelfde? Mm. Had ik, ja, weet ik ja. Niet. Ja, we willen dat ons werk dat het onderhoudend is. Dus dat je er met plezier naar kan kijken. Maar dat is niet het belangrijkste. We willen eigenlijk dat er iets onderzocht is. En dus als we ons tot de kunstgeschiedenis verhouden, dan moet je dat goed door elkaar rammelen om te kijken wat iets van 60 of 150 jaar nu nog waard is. Wat kan het voor het heden betekenen? En dat... Dus om een zekere noodzaak in je werk, in je voorstelling te krijgen. Dus het is niet dat wij een mooi stuk spelen omdat het dan ontroerend zou zijn en dan is het genoeg. Je probeert dat eigenlijk helemaal door elkaar te schudden en of misschien wel stuk te slaan en in brokjes zelf mee aan de haal te gaan. Om te kijken dat het nu iets kan engageren voor een publiek, in beweging zetten. Vind jij dat ik dat moet vertellen dan? Nee, sommige dingen hoef je gewoon niet te vertellen. Nee, toch? Denk ik. Ik vond het echt heerlijk. Zo brak. Ik ben blij dat je er zo over denkt.